Toppers, Manifestation Junkies, welkom back bij weer een nieuwe aflevering van de Kim en de Kom podcast. Ja, je hoort het. Ik lig hier in bad. Het wordt een ding volgens mij. Het wordt een ritueel. Sinds ik toch elke avond in bad ga en ik vandaag weer tegen zijn vriend zei van wauw, ik heb altijd een hekel gehad aan een bad, is niet waar, maar ik heb nooit wat gehad met een bad. Maar sinds dat we nu al een paar maanden zonder douche zitten, is het toch wel... Ja, ik weet het niet. Een ding geworden. Het is lekker geworden. Ik kijk er echt naar uit samen. Want ik breng jullie al naar bed. En dan is eigenlijk het standaard ding. Ik ga in bad. En ik luister altijd een podcast dan. Of een luisterboek of wat dan ook. En een paar weken geleden dacht ik. Oh, ik voel me zo geïnspireerd. Ik wil eigenlijk een podcast opnemen. Maar ja, het is wel een beetje raar. Hè? Ik lig nu in bad. En toen dacht ik. Ja, fuck it. Ga ik me nu druk maken om wat een ander daar misschien van vindt. En... Of het geluid niet top is. Nee, daar sta ik niet voor. Dat weet iedereen. Fuck de mening van anderen. En het gaat om de inhoud. En niet om hoe je het verpakt. Is mijn waarheid in ieder geval. Dus, toen was een tweede keer. En er werd heel positief gereageerd. Dus ja, misschien dat dit een reoccurring thing gaat worden. Dus maak je borst maar nat. Letterlijk en figuurlijk. Oké, nou... We gaan beginnen vandaag, want ik ben al 2 dagen aan het denken... Oh, ik moet hier een podcast over opnemen, Nou, nu is het moment dat er rustig is. Plus, het is vroeg, het is zaterdagavond, 8:30, 8:30. En ik zeg nog, het is nog vroeg. Dat betekent namelijk dat ik nog echt vol in mijn energie zit. Vaak als het 10 uur is, dan merk ik van... Ik kak wat in en dan merk ik dat ik minder scherp ben. En dat hoor je dan op zo'n podcast. Dus ik wil dan ook gewoon de meeste... waarde brengen. Het betekent niet dat ik nu meteen zeg... Oh, ik ga alles onthouden wat ik gezegd heb... en ik kan op het einde een samenvatting geven. Net zoals die podcast van afgelopen vrijdag... waar trouwens heel positief werd gereageerd... van hoe manifesteer je meer energie. Had ik die 4 stappen waarbij ik stap 3... ineens niet meer terug kan halen... bij de samenvatting op het einde. Nou, maakt verder niet uit. Dat heb je als je niet met pen en papier hier zit... en alles perfect voorbereidt... zoals ik mijn podcast aanpak... Oké, let's go. Het onderwerp namelijk is geïnspireerd op het interview. Ik werd geïnterviewd afgelopen donderdag door Milou. Als ik het goed uitspreek is haar Instagram handle Milou Jolien. Super inspirerende onderneemster. Super leuk persoon ook nog eens. We hebben al langer contact. Interview zou er al eigenlijk al eerder hebben plaatsgevonden. Dat was in die periode dat ik me fysiek zo slecht heb gevoeld in het begin van mijn zwangerschap. Dat ik echt alles on hold heb gezet. Dus nou, vandaar dat het nu plaatsvond. En wat heel mooi was aan dat interview is dat zij echt hele goede in-depth vragen stelde. En op basis van wat ik zei... pakte zij weer door. Dan gaf elkaar op het einde ook een compliment voor. En toen zei ze ook van ja, het waren ook een aantal vragen die mij persoonlijk gewoon heel erg interesseerden. Dus het was ook een beetje eigenbelang. En toen dacht ik nog van ja, maar ik denk dat dit wel de dingen zijn waar heel veel mensen wat aan hebben. Het hele podcast interview komt ook nog online sowieso op haar podcast. Maar ik ga hem ook delen op mijn podcast. Dus wordt vervolgd het hele gesprek. Maar ik wil er een stuk uitpakken. Zij maakt namelijk... richting het einde waren we bezig over het onderwerp zelfliefde. Hè? Ook naar aanleiding van mijn eigen reis naar onvoorwaardelijke zelfliefde. Die gewoon een huge impact heeft gehad op mijn leven. En vervolgens een huge impact op mijn business en mijn groei als ondernemer. En toen maakte zij ook de opmerking... ik weet niet meer wat ze precies zei, maar het ging over mijn liefde voor geld. Dat ik een supergoede relatie heb met geld. Maar dat ook heel lang niet zo geweest is. Maar dat ik daar nu heel makkelijk over praat. Dat haar dat opvalt, dat ik er vaak over praat. En toen zei ik ook, ik zeg ja, dat klopt. Ik zeg, ik vind geld echt iets fantastisch. Het maakt je leven fijner. Het geeft je opties. Ik geloof dat het je basis overvloed is je geboorterecht. Oké. Sorry, ik moet niezen. Dat zal misschien niet de laatste keer zijn, deze podcast. Er wordt niks geëdit, dus excuse me. Maar ik ga meteen wel door. Zij zei dus, ik wil even nog side note maken. Julian is al een paar dagen niet lekker, best wel ziek, koorts, flink verkouden. En ik heb er een klein beetje van. Maar ik kon meteen toepassen wat ik zelf teach de afgelopen vrijdag in de podcast... Die 4 stappen, hoe manifesteer je meer energie? Het ging eigenlijk over een periode als je kindje wat slechter slaapt. Nou, daar zitten wij nu ook in. Dus
practice what you preach. Hè? Ook weer zo'n wet van aantrekking ding. Nou, zij heeft dus die liefde voor geld. Ja, dat. En dat haar dat opviel, dat ik zo makkelijk over geld praat. En dat is nooit zo geweest. Nou, ik zei dus van, goh, ik geloof er echt oprecht in dat voor iedereen overvloed, en dus ook financiële overvloed, je natuurlijke geboorterecht is. Dat is echt, echt, echt dat in de kern van mijn being, echt mijn waarheid. En dat is compleet anders geweest, het gros van mijn leven. Dus ik weet ook hoe het is om dit niet te voelen. En dit is niet altijd makkelijk voor me geweest. En ik weet ook, als je kijkt naar het gemiddelde in de maatschappij, is dit niet normaal. Hè? Dat ik zo makkelijk over geld praat en bepaalde opvattingen daarover heb. Er zijn ook wel eens mensen die mij een DM sturen naar aanleiding van dat stuk. Dat ze zeiden van, nou, het zijn niet letterlijk die woorden, maar zo komt het dan wel op me over. Wat heel, overigens helemaal oké is. Ja, ik ben vrij snel weer gestopt met je podcast luisteren. Want je praat heel veel over geld en dat vind ik echt walgelijk. En dan denk ik altijd, het is gewoon helemaal oké, weet je. Ik ben voor veel mensen en ik ben ook voor heel veel mensen niet. En dat is volledig oké. En ik denk dan altijd, super interessant om dan te onderzoeken. Als het geen match is, je vindt het helemaal niks. Is dat gewoon van, ja, ik match gewoon niet met de energie van Kim. Wat gewoon helemaal oké is natuurlijk. Of is het vooral zo, ik heb heel veel weerstand op het onderwerp geld. En het is heel confronterend dan. Ik heb zelf eigenlijk... zou ik willen dat ik een betere relatie had met geld, waardoor heel makkelijk gezegd kan worden van, oh, is echt walgelijk hoe zij daarover praten. Of ja, zo. Nou ja, dat. Dus het is even een uitnodiging om dat te onderzoeken. Mocht je dat voelen, verder totaal geen oordeel, want het is helemaal oké. Okay, weet je, ik weet dat ik met heel veel mensen niet resoneer, en dat is echt volledig oké. Okay. Maar dat vond ik wel interessant. Als ik dat dan hoor, denk ik, oh, onderzoek even. Of dat ga ik trouwens nooit zeggen, maar of dat iets is wat... wat bij jou zit, waar je misschien nog wat werk te doen hebt, want het brengt je zoveel. Maar ik ga nooit mensen ongevraagd advies geven, dus dat zal ik ook nooit doen in een DM. Maar dat zijn wel altijd mijn gedachtes. Nou, en toen kwam Milou dus. Ik merk dat ik heel veel zijweggetjes insla, maar dat doe ik om wat meer context te bieden. Milou zei dus van, goh, volgens mij is er ook een hele sterke relatie tussen geld, je financiële situatie en zelfliefde. En ik, toen ze het zei, ik zat achter dat beeldscherm te knikken. En ik zei, oh, wat vind ik het goed dat je dit aanhaalt, dat je dit zegt. Want dit is iets waar heel weinig over gesproken wordt. En nou ja, vooral nu ik ook midden in het creëren en vervolgens binnenkort het lanceren van Self-Love Mastery zit. Wat trouwens, ik weet niet of ik dat gedeeld had trouwens op de podcast. De wachtlijst staat online sinds een paar dagen. En dat vind je via de website www.kimmunnekom.nl, maar ook via mijn link in bio via Instagram. Er waren echt binnen 24 uur, nou binnen 12 uur, insane veel aanmeldingen. Binnen 12 uur waren er al, bij mij weten, meer dan 100 aanmeldingen. Gewoon in no time. Echt bizar. Ja, serieus. Ik ben nu even terug aan het halen. Het was gewoon binnen 12 uur waren er meer dan 100 aanmeldingen voor die wachtlijst. Ja, het blijft maar binnenstromen. Dat ik even de feedback kreeg van, holy shit, hier zitten echt veel mensen op te wachten. Oké, dit motiveert me nog meer om hier echt een epic... super vette, super in-depth, super fijne training van te gaan maken. Dus nou ja, daar zit ik dus middenin. En toen, zij maakte dus die opmerking. En toen zei ik dus, het komt dus dit uit mijn mond. Ik weet niet meer alles wat ik gezegd heb, maar onder andere dit. Ik geloof er dus echt oprecht in. Dat jij volledig aantrekt, dus ook op financieel vlak. Wat jij gelooft, wat jij voelt, dat jij waard bent. En dat is best wel een confronterende. Want superveel mensen, superveel ondernemers zie ik dit doen. Confirmeren zich, moet ik zeggen. Aan een bepaalde norm. Hè? Dus in deze branche, als je zo lang bezig bent, dan is dit wat men vraagt. Bijvoorbeeld als we het hebben over prijzen vragen. Maar het is natuurlijk in de kern de grootste bullshit. Nu zeg ik niet, ga absurde prijzen vragen. En dan is ook weer, hè, wat is absurd? Dat is puur subjectief, maar... ga absurde prijzen vragen op het moment dat je nog geen resultaat hebt geleverd. Of überhaupt nog niet hebt bewezen dat je resultaat levert. Nee, absoluut niet doen. Slaat nergens op. Maar op het moment hè, dat jij iemand bent die nu luistert. En jij voelt dat jij fucking goed bent in wat je doet. Mensen zijn super blij met je. Je hebt vertrouwen in je werk. Je hebt vertrouwen in jou. Of je nou een dienst of product of wat dan ook. Of in je coaching. Daar heb je 100% vertrouwen in. En... je zit te kutten met je prijzen. Je bent bang om te verhogen.
dat doe je jezelf enorm tekort. Deze personen wil ik nu aanspreken. Dat geldt ook voor niet-ondernemers en je zit bijvoorbeeld in een baan- en loondienst. Vaak gaat dat gepaard met onderhandelingen. Zijn vriend bijvoorbeeld, is daar een voorbeeld van, vind ik altijd fascinerend. Die is extreem goed in salarisonderhandelingen. Ik vind dat echt vet cool. Dat ga ik gewoon zeggen, vet cool. Hij is daar vet goed in. Als ik hoor echt nu weer een nieuwe baan, wat hij dan creëert voor zichzelf, wat hij uit onderhandelt, denk ik echt, you go boy. Dat heeft hij echt vet goed gedaan. En dat heeft ook te maken met eigenwaarde. Staan voor wat jij vindt dat je waard bent. Ik geloof erin dat dit in elke situatie kan. Nou, ik zie het vooral natuurlijk veel gebeuren in het ondernemerschap, omdat dat de wereld is waarin ik vooral opereer. En dat iedereen maar een beetje hetzelfde doet. Dat we kijken naar wat anderen doen. Dat we vooral niet er bovenuit durven te steken. Want holy shit, wat zullen we wel niet denken. En wie gaat dat ooit betalen? Hè? Dan krijg je allemaal verkrampte gevoelens op het gebied van geld, op het gebied van eigenwaarde. Op het moment dat jij voelt dat jij fucking goed bent, je levert resultaat. Dan kan het nog steeds zo zijn dat je het gruwelijk eng vindt om je prijzen te verhogen. Om echt te vragen wat jij vindt dat je waard bent. Zodat je er super blij van wordt. Dat het energetisch echt gaat kloppen en echt gaat stromen. Mag zo zijn dat je het super eng vindt. Want ja, die stappen zetten zijn ook eng. Want wat nu als niemand komt, niemand betaalt. Dan ga jij een gevoel van afwijzing krijgen. Dat hoort er nu eenmaal bij. Dat is geen gevoel van afwijzing. Maar zo gaat dat, ga je dat wel ervaren. Dat is een ego die een flinke deuk krijgt. Zo zitten we mensen in elkaar. Ik spreek uit ervaring. Ik weet waar dit over gaat. Dus hoe ik dit heb aangepakt, ook weer even een side note. Is door die stappen te zetten van verhoging. Door echt te gaan. Bijvoorbeeld voor een 1-op-1 traject. Waar ik vervolgens volledig achter sta qua prijs. Maar ook meteen volledig onthecht ben. Want op het moment dat er niemand komt of niemand op dit moment komt, ben ik daar 100% volledig oké mee. En dan voel ik echt, oké, then it's your loss. En dat is helemaal oké. En echt 100% oké. Niet enkel zeggen en jezelf willen overtuigen en oké willen zijn. Maar daadwerkelijk diep voelen, ik ben daar 100% oké mee. Als je op die plek kan komen, dan zit je echt in, ik own ultiem mijn eigen waarde. En dit zegt alles over jouw liefde voor jezelf. Want op het moment dat je ego een deuk krijgt, zegt dat ook nog iets over jezelfliefde. Je moet nog meer in dat stukje komen, fuck de mening van anderen. Deze is gruwelijk, deze is echt huge voor mij geweest. En dat heb ik al vaker gedeeld. Voor mij was dat stukje kers op de taart toen ik alleen naar Bali ben geweest. Nou, toen heb ik me zo sterk en onafhankelijk gevoeld en on top of the world. Terwijl ik er elke dag, nee, ik overdrijf het nu, maar als een sloeper bijliep. Letterlijk 2 outfits had waar ik 3 maanden op geleefd had. Ik had een hele koffer bij met kleding. Nou, was allemaal van die plakkerige zooi. Dus dat kon ik allemaal niet aan. Dat had ik heel slecht ingeschat. Dus ik ben dan naar de markt gegaan. Ik heb 2 outfitjes gekocht waar ik me super comfortabel in voelde. Heel kleurrijk. Ik continu zonder make-up rondgelopen. En ik ben zo oké geweest. Ik maakte ook de hele tijd stories. Pratend in de camera. Het boeide me allemaal geen ene reet. En ik was zo happy. En ik kreeg daar ook zoveel positieve feedback op. Het is heel mooi dat dan automatisch gebeurt. Omdat je zo 100% jezelf bent. En zo 100% dat oké stuk. Dat letterlijk dat oké stuk voelt. En dus ook laat zien. En ik merk dat nu nog. Dat vaak het gros ook is van de berichten die ik krijg. Je bent zo lekker jezelf. En nu, ik weet hoe het is om het niet te zijn, maar nu denk ik echt, ja, het is al zo lang zo. Voor mij is dit niet meer dan normaal dat ik gewoon 100% mezelf ben. Maar ik weet wel dat dat voor heel veel mensen, vooral hè, ook weer in het ondernemersland, echt een ding is. Dat we allemaal denken, we moeten een bepaald soort foto's op Instagram zetten. We moeten ons op een bepaalde manier positioneren. We moeten fancy termen hanteren, want hè, en daar is niks mis mee. Hè? Daar zit trouwens geen oordeel op. Alleen je maakt het jezelf vaak zo moeilijk. Dat is het meer. Ik geloof zo in de kracht van ultiem authentiek zijn. En vervolgens gaan jouw ideale klanten, je droomvolgers, je ambassadeurs, die gaan vanzelf tegen jou zeggen wat ze zo fantastisch vinden. Vanuit daar ontstaat nog meer die bevestiging van ik mag mezelf zijn. Vanuit daar ontstaat wat wil ik precies teachen, hoe wil ik mezelf misschien noemen. Het gaat allemaal organisch op het moment dat jij besluit om jezelf te zijn, om uit je hoofd te gaan, om te luisteren naar al die... Oh, ik moet opletten wat ik nu zeg, maar... Al die dingen, ik ga het gewoon netjes houden. Al die dingen die heel veel business coaches roepen. En nogmaals, wel niks mis mee is. Maar het resoneert niet met iedereen. En voel gewoon echt wat past bij mij en wat niet. Trek je eigen plan. En ik geloof echt dat het stukje authentiek zijn. Dus echt 100% jezelf. Het is ook zo'n uitgemolken term. 100% gewoon jezelf zijn. Dan boeit het niet
laatst heb ik een paar keer stories opgenomen met mijn pyjama al aan. Met zo'n belachelijke knot op mijn hoofd. Krijg ik ook nog opmerking. Goh, die knot staat je leuk. En ik denk alleen maar, nou, ik zie er op dit moment niet uit. Maar ik voel dat ik iets moet delen. Oké, fuck it. Want het boeit me niet wat iemand vindt van mijn uiterlijk. Dat stadium zijn we al lang gepasseerd. En dat is zo bevrijdend. Maar vooral ook, het creëert zoveel impact. Want mensen snakken naar echtheid. Ik weet zeker als je nu luistert, hè, je snakt zelf ook naar echtheid. Ben dan een voorbeeld van echtheid. Maar ben dan ook oké met jezelf. En ik weet het, hè, dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom ga ik ook een hele training ontwikkelen. Waarin ik echt mijn reis, ik ga helemaal ook uitkristalliseren. Wat heb ik nu precies gedaan? Wat zijn mijn stappen geweest? Ik ga je volledig meenemen. Dit wordt gewoon echt een fantastische training. Met als doel dat jij op dit punt gaat komen. Want ik kan niet genoeg benadrukken hoe gruwelijk bevrijdend dit is. En hoe ontzettend belangrijk dit is voor het manifesteerproces. En dus ook voor het geldaantrekproces. Of je ondernemer bent of niet. Maar vooral ook, ga ik nog een keer benadrukken, voor het ondernemerschap. Hoe meer oké jij bent met jezelf. Hoe meer jij houdt van jezelf. Hoe meer jij je dat stukje innerlijke liefde, eigenlijk gewoon letterlijk één bron van liefde die je in de kern gewoon bent. Maar vooral ook naar jezelf toe. En daardoor automatisch naar de wereld om je heen. Heeft zo'n impact op wat jij aantrekt financieel. Het heeft impact op de mensen die je aantrekt. Het heeft impact op de aantallen die je aantrekt. En misschien denk je nu, oh, maar zo'n business wil ik helemaal niet. Daar gaat het niet om. Het gaat het niet om. Niet horen wat je wil horen. Hoor wat ik echt zeg. Daar gaat het niet om. Ultieme zelfliefde. Onvoorwaardelijke zelfliefde. En het woord onvoorwaardelijk moet erbij. Want dan is je zelfliefde namelijk niet meer zoals het bij mij jarenlang is geweest. Gekoppeld aan bijvoorbeeld wat je presteert. Bijvoorbeeld wat je eruit ziet. Dat is bij mij extreem geweest. Als ik altijd maar mijn doelen behaalde, was ik fantastisch. Als ik altijd maar de beste was, was ik fantastisch. Was ik dat niet, vond ik mezelf een piece of shit. Letterlijk, ik walkte van mezelf. En dat had te maken met mijn uiterlijk. Ik kom echt van een punt af. Ik heb mezelf gehaat. Ik walkte van mezelf. Ik kon mezelf niet eens aankijken in de spiegel. Zo vreselijk vond ik mezelf. En dat was allemaal voorwaardelijke zelfliefde. Als ik maar dun genoeg ben. Als ik maar dit, als ik maar dat. Bullshit. Dat is niet wat onvoorwaardelijke zelfliefde is. Maar, en dit is het mooie ervan. Op het moment dat je het om gaat draaien en als basis gaat pakken. Ik wil die onvoorwaardelijke zelfliefde ontwikkelen. Vliegen de kilo's eraf. Ah, dat is namelijk ook mijn pad geweest. Dat leer je ook in Weight Loss Mastery. Dan vliegen de kilo's eraf. Want je bent zo oké met jezelf. Er zit geen weerstand meer op. Je hoeft niet te stress eten. Weet je, emotie eten is bam, bam, bam weg. Dat heeft ook alles met zelfliefde te maken. Hoe je over jezelf denkt is weg. Negatieve overtuigingen zijn weg. Het is allemaal oké. De kilo's vliegen er vanaf. Je lichaam komt volledig in balans. Dit is echt fantastisch. Plus als je ondernemer bent of ook niet ondernemers. Luister echt naar wat ik echt zeg. En niet naar wat je wil horen of wat je denkt dat je hoort. Is dat je op dat moment, weet je, de weerstand valt weg. Dat is gewoon het hele punt. Op het moment dat we iets niet manifesteren wat we willen, komt dat omdat we weerstand hebben op een bepaald gebied. Onvoorwaardelijke zelfliefde creëert instant alignment. Instant alignment creëert manifestaties. Dus dat betekent dat de kilo's eraf vliegen als je dat graag wil. Dat betekent dat jij effortless, moeiteloos klanten gaat aantrekken. Dat het makkelijker gaat. Dat mensen ineens uit hoeken je gaan benaderen van kunnen we samenwerken? Kan ik een traject afnemen? Wanneer opent je training weer? Ik pak even wat voorbeelden. Hè? Bijvoorbeeld wat bij mij gebeurt. En dat je denkt, huh? Hoe dan? Dit alignment, onvoorwaardelijke zelfliefde. Dit is alles. Ah, ja, het is zo simpel, maar het is ook zo moeilijk. Door al die bullshit die we in onze opvoeding hebben meegekregen. Maar alles gaat stromen. Echt, je wordt een magneet voor geld. Dit is het. Maar voor alles wat je wil. Ook voor liefde. En voor gezondheid. Alles is onvoorwaardelijke liefde. Ik was gisteren nog voor de derde of vierde keer begonnen. In het boek. Ik vind het namelijk een fantastisch boek. Het boek van Anita Morjani. Dying to be Me. Wat gaat over hoe zij zichzelf heeft genezen van eigenlijk in een coma liggen omdat ze ongeneeslijk ziek is. Ze heeft kanker. 24 kankercellen in haar lijf. 24 tumoren in haar lijf. Ter grootte van, wat zeggen ze, citroen of limoenen. Maakt verder ook niet uit. En ze geneest zichzelf. En ze heeft dus een near death experience. En ze vertelt die hele reis in dat boek. Het is echt, oh, het is zo mooi. Tenminste, ik vind het persoonlijk heel mooi.
Maar in de kern, wat zij teacht, alles wat ze teacht, gaat over onvoorwaardelijke zelfliefde. Dat is wat we zijn. En dat is wat zij terugvond in haar bijna doodervaring. En dat is nu haar pad ook om te teachen, om de wereld te teachen. En dit is het gewoon. Dit is het gewoon. En nu denk je misschien, ja Kim, ik geloof je. Maar hoe doe ik dat? Ja, dit is een proces. Dit is niet, ik heb geen magic tip voor je. Nu één tip die meteen maakt dat morgen alles anders is. Nee, dit is een proces. Dit is echt een practice ding. Want wat ik zei, Bali was voor mij de kers op de taart. Maar ik heb jarenlang werk gedaan op dat stuk. Oh, betekent dit dat dat nu een jarenproces is? Nee, dat betekent het niet. Absoluut niet. Maar ik kom van zo ver dat het voor mij echt een proces was. Ik heb er de tijd voor nodig gehad. En iedereen doet dit op zijn eigen tempo. Er is geen goede fout. Maar weet ook, er is niet one magic pill die ik je kan geven. En morgen is alles anders. Ultieme zelfliefde, kilo's vliegen er vanaf. Nee, het is een work. Het is een work thing. Maar een positief work thing. En ik doe nu quotations maken. Dat zie je niet. Maar tussen haakjes dus. Dit is het werk. Het werk. En op het moment dat jij onvoorwaardelijke zelfliefde voelt voor jezelf. Wat denk jij dat je meegeeft aan je kinderen? Wat denk je? Denk je dat je kinderen dit niet voelen? Oh man, dit heeft zo'n impact. Ik heb dit zelf vanuit de opvoeding gevoeld. Dat mijn moeder jarenlang dat ook niet heeft gehad. Die onvoorwaardelijke zelfliefde. En logisch, ik heb dat als kind ook niet meegekregen. Ik kende dit hele concept niet. Niet vanuit verwijten. Hè? Want ik geloof oprecht in dat elke ouder vanuit liefde alles doet voor zijn kind. En ook niet kan geven wat hij niet kent. Dus dit is mijn situatie geweest. Maar ik ben er zo dankbaar voor. Want ik mag dit teachen nu. Het is mijn pad geweest. Ik ben echt dankbaar voor alle shit die ik op mijn pad heb gehad. Oh, ik gun het je ook zo dat je dat kan zien. Alle shit die je op je pad hebt gehad, ben er dankbaar voor. Wat heeft je gebracht tot waar je nu bent. En er kunnen nog zoveel mooie dingen uit voortkomen. Ook al zie je dat pad nu misschien nog niet. Maar als ik kijk naar het leven dat ik nu heb gecreëerd. Dat had ik nooit gehad als ik al die shit niet had meegemaakt. Als ik al die lessen, al dat contrast niet had ervaren. Ik ben zo, zo, zo dankbaar daarvoor. En ja, een groot deel is echt niet fijn geweest. Ik heb echt rottige tijden gekend. Maar mijn leven is zo fijn nu. En dat betekent niet dat er nooit meer vervelende dingen zijn. Maar hoe ik nu met situaties om kan gaan. Hoe ik in het leven sta. Man, weet je, dat gevoel van invincibility. Kracht in jezelf. Alles aankunnen. Weten dat je alles kan bereiken wat je wil. Gewoon letterlijk je unstoppable voelen. En zin hebben elke dag in het leven. Wat ik zei afgelopen vrijdag in de podcast. Being high on life. Dat. Abraham Hicks noemt het on the high flying disc. Being on the high flying disc. Ook zo'n mooie term. Dit is wat kan zijn. En nee, dat betekent niet dat je elke dag maar hyper de pieper moet zijn. En dat hoor ik ook wel eens terug. Betekent het dan dat? Nee. Iedereen heeft zijn eigen being high on life. Maar dit is mijn being high on life. En dat komt door die onvoorwaardelijke zelfliefde. En die komt door het proces dat ik heb mogen meemaken. Door alle shit. En die gun ik je zo. En het is een proces. Maar ik garandeer je. Als je dit gaat toepassen en je gaat met jezelf aan de slag, gaat, en ik heb dit zo vaak al benoemd, maar ik meen het echt, je hele leven en als je ondernemer bent, je hele business veranderen. En dat is natuurlijk ook een groot onderdeel van je leven. Dit is echt een gamechanger. En volgens mij is gamechanger mijn woord. Misschien is het ook wel misschien wel voor 2022 mijn woord. Ik merk dat ik het heel vaak gebruik. Maar dit is echt een gamechanger. Je wereld verandert. Want jij bent oké, no matter what. Jij houdt van jezelf, no matter what. Misschien een stap die ik je mee kan geven, waar je nu al elke dag mee kan oefenen, is ongeacht waar je nu staat, of je net moeder bent geworden, of je net uit een relatiebreuk komt, of je moeder bent en heel veel kinderen hebt om voor te zorgen. Of je alleenstaande bent. Of je, weet je, maakt niet uit wat voor situaties zijn. Je kan echt 100.000 dingen bedenken. Vind jezelf. En hoor dit. Zonder dat je jezelf egoïstisch vindt. Vind jezelf het belangrijkste. Elke dag opnieuw. En doe dat. Wat daarmee voor jou in overeenstemming is.
En dit bedoel ik zonder egoïstisch zijn. Het is 100% mijn waarheid. Dat als ik mezelf op één zet en goed voor mezelf zorg, dat ik elke dag opnieuw beter voor Julian kan verschijnen. Want ik weet hoe ik me voel als ik mezelf verwaarloos en niet belangrijk genoeg vind. En dat is bijvoorbeeld voor mij, ik weet nog, dit wil ik ook aanhalen nog. Dat schoot me net te binnen. Toen ik jarenlang 1-op-1 coaching heb gedaan in de praktijk in Remond als voedingsdeskundige, heb ik zoveel jonge moeders mogen coachen. Die altijd hetzelfde tegen mij zeiden. Zij zeiden altijd, ik heb nu een kindje, ik heb geen tijd om te eten. Ik vergeet om te eten. En ik dacht altijd, ik snapte het niet. Maar ik dacht altijd, ik heb geen recht van spreken, want ik weet niet hoe dat is. En ik kan nu uit ervaring zeggen, er is geen moment geweest vanaf het moment dat Julian geboren is, dat ik niet goed voor mezelf heb gezorgd. Er is geen moment geweest dat ik niet gegeten heb als ik honger heb. Er is geen moment geweest dat ik mezelf verwaarloos en niet ga ontbijten en eerst voor de kinderen ga zorgen. Never nooit. Als het zo is, dan is het, we doen het samen tegelijkertijd. Maar never nooit. Waarom niet? Ik geef dan en een goed voorbeeld aan mijn kind, is mijn waarheid. En ik ben een betere moeder, omdat ik door het liever voor mezelf te zijn, lekkerder in mijn vel zit, in alignment ben, waardoor ik altijd de beste moeder voor Julian ben. Dus dat nu achteraf denk ik, oh, maar nu snap ik waarom je struggelt met je gewicht. En dat is weer, kom ik weer, weet je, dit staaft mijn waarheid weer. Op het moment dat je niet van jezelf houdt, vertoon je dit soort gedrag. Met als reactie, maar dat bijvoorbeeld reactie van je lichaam, je creëert overgewicht. Er is niet zoiets als ik vergeet om te eten. Als je echt merkt dat dat gebeurt, dan zet je maar een timer, omdat je weet dat het goed voor je is. Dan doe je dat werk ook maar. Maar ik heb geen tijd, het is echt bullshit. Je neemt de tijd, je vindt het niet belangrijk genoeg. Dit is even eentje, omdat het eetstuk bijvoorbeeld voor mij echt huge is. Het is super belangrijk. Als ik wakker word, is het eerste wat ik denk, eten. Dus ik ga naar beneden ook in mijn pyjama om te eten. Meteen dat. En als Julian wakker is, maak ik ook meteen zijn ontbijtje. Doen we het samen. En dan zegt hij al van mama. Dan maak ik vaker eerst voor hem een banaan bijvoorbeeld. Mama, kamer, mama, kamer. Ik zeg, nee, we wachten nu eventjes. Ik zeg, want mama gaat ook eten maken. En dan gaan we samen eten in de kamer. En nogmaals, er is geen goed of fout. Alleen als je merkt dat je bijvoorbeeld struggelt met overgewicht en je zou het graag anders willen, dan doe dit voor jezelf. En je bent niet egoïstisch, je bent een betere moeder. Gun jezelf dit. Dus dat is mijn nummer 1 tip voor nu. Iets wat ik je kan meegeven, iets praktisch, iets concreets. Zet jezelf elke dag opnieuw op nummer 1. Wat het ook maar voor jou betekent. En ik snap dat je bijvoorbeeld zegt van, oh, ik zou super graag nu alleen op reis willen. Ik noem maar even iets, maar ik ben net moeder van 2 jonge kinderen. Ik noem maar even wat, hè. Dan snap ik, ik pakte mezelf ook makkelijker op 2-3 jaar geleden. Van hoppakee, ik boek even een reisje voor mezelf. Dat zou ik nu niet doen. Voelt gewoon niet goed. Is wat anders. Hè? Dan kan ik best af en toe denken van, oh, lijkt me zo lekker. Maar nu overheerst het gevoel van voelt niet goed. En dat is een keuze die ik maak. En dat zal op een later moment zal dat weer een andere keuze zijn. Tuurlijk maak je misschien nu andere keuzes dan een paar jaar geleden toen je in een andere levensfase zat. En tuurlijk, iemand die single is, kan makkelijker die keuze maken dan iemand die moeder is bijvoorbeeld van 2 jonge kindjes. Maar er zijn zoveel dingen die jij eigenlijk graag wil, die jou een goed gevoel geven, die jij jezelf niet gunt. Omdat je vindt dat jij niet belangrijk genoeg bent of dat iets anders belangrijker is, dat het geen prioriteit heeft. En daar mag je mee stoppen. En voor iedereen is dat wat anders. Ik ben bijvoorbeeld niet de type wat blij wordt van naar een sauna gaan of wat dan ook. Of een massageboek of zo. Daar word ik totaal niet blij van. Heb ik gewoon niks mee. En ik hoorde toen Lou Niestad mijn reading deed voor Human Design. Viel alles op zijn plek, want ik ben dus, en ik ben al vergeten wat ik ook al wel ben, maakt verder ook niet uit. Ik ben dus een type wat daar totaal geen waarde aan hecht. Dat werd compleet bevestigd. Om zelfliefde te voelen heb ik die dingen niet nodig. Dat is letterlijk wat ze zei. En toen dacht ik, ja, dat is ook zo. Dat is voor mij geen zelfliefde. Ik word daar niet blij van. En dat is helemaal niet slecht. Daar hoef ik me ook niet raar over te voelen of dat ik mezelf dat niet gun. Dat zijn gewoon dingen waar ik niet blij van word. En dat is helemaal oké. Dus dat vond ik zo'n mooie, dat ik dacht van, of elke dag dan perfect uitzien met extreem mooie make-up en zo, weet je dat. Ik vind het prima als ik er mooi uitzie, maar extreem lang de tijd en moeite doen, dat is niet waar ik blij van word of zo. Dat helemaal oké is, weet je, maar dat is ook een proces van zelfliefde, dat je dat helemaal oké bent. Hè? Ook al vinden anderen daar wat van. Of dat je denkt van ja, die andere moeders of die andere vrouwen, boeiend, boeiend, you are you and you do you.
Dat is zelfliefde. Maar vooral daar 100% oké mee zijn. En fuck de mening van anderen. Dit is zo bevrijdend. Ha! Ik zie zo'n lightbulb nu opkomen met zo'n zo'n engeltje boven. Nee, ik moet het. Ik zeg het anders. Zo'n, hoe noem je dat? Zo'n engelen ding boven mijn hoofd. Zo'n gevoel van ha! Zo dat. Oké, misschien too much information. Maar ik gun je dit zo. Ik gun je dit zo. Want dit is echt een game changer. Je gaat je compleet anders voelen. Je gaat compleet anders zijn. Je gaat compleet anders aantrekken op alle vlakken van je leven. Dus ik begon met het stukje, want ik ben heel erg uit het wijden. Ik begon met het stukje, is er een financiële... Oh jee. Valt die nu uit? Oh jee, dat zou ik echt heel erg vinden. Oké, dit gaat waarschijnlijk ook op de podcast komen als je nog aanstaat. Maar ik krijg nu een heel raar beeld en misschien dat die is uitgevallen. Oké, ben ik weer. Ik zie dat ik hem kan hervatten. Nou, sorry voor de onderbreking. Het scherm flipt helemaal. Ik dacht, oh nee, als ik maar niet deze opname kwijt ben. Nou, hij gaat nu verder, zie ik gelukkig. Oké, dus is er een relatie tussen wat jij financieel aantrekt, jouw financiële situatie en zelfliefde? 100%. Het gaat financieel ook stromen op het moment dat jij onvoorwaardelijke zelfliefde voelt. Je trekt namelijk altijd aan wat jij voelt dat je waard bent. Je vraagt wat je voelt dat je waard bent. Je krijgt wat je voelt dat je waard bent. Je manifesteert wat jij voelt dat je waard bent. En op het moment dat je die onvoorwaardelijke zelfliefde voelt, dan ga jij bijvoorbeeld als je ondernemer bent prijzen vragen zonder te kijken naar wat een ander doet. Zonder te kijken naar wat is de norm. Zonder te kijken naar wat vindt mijn ego ervan. Maar puur op gevoel. En voelen van fucking, ik ga dit... Nou, ik zit heel erg te vloeken nu. Ik ga dit gewoon ownen. Ik ga dit gewoon 100% ownen. En als niemand dit zelden voelt, wat niet gaat gebeuren. Want op het moment dat je echt in alignment bent, komen er automatisch ook klanten voor dat aanbod. Daar geloof ik 100% in. Als je kijkt ook hoe moeiteloos voor mij het ging toen ik nu mijn 1-op-1 traject heb gelanceerd. Ik own die prijs ook 100% in combinatie met volledige onthechting. Hoeveel aanmeldingen er meteen al waren. En ik ook echt voel van ik ga me echt houden aan wat ik zelf heb gezegd. Ik ga alleen maar met een paar specifieke mensen werken. Ik ga die selecties heel scherp houden. Ook super veel zelfliefde. Mijn ego zou kunnen zeggen van oh zeg maar tegen iedereen ja. Want dat is financieel fijn en dan kun je iedereen helpen. Maar nee, ik ga ook hierin. En ik hoop dat nog een andere ondernemer dit hoort. Gruwelijk trouw blijven aan mezelf. Ik ga echt alleen ja zeggen tegen iemand waarbij ik het 100% voel. Anders ga ik never nooit met iemand een jaar samenwerken. Ik heb me al eens eerder in de vingers gesneden. En dat was een gebrek aan onvoorwaardelijke zelfliefde. Dat was niet 100% luisteren naar mijn gevoel. Maar ego de overhand laten nemen. Dus ook dit, deze side note maak ik. Omdat ik hoop dat een andere ondernemer dit hoort. En ook zo trouw is aan zichzelf. Ik geloof er echt in. Als je dat doet, stroomt het financieel vanuit andere kanten zoveel meer. En gaat er ook voor elke nee, gaat er een andere ja komen die 100% een match is waar je eigenlijk van droomt. Dus op het moment dat jij voelt, ik wil mijn prijzen verhogen, doe het. Maar doe het vanuit volledige onthechtheid. Doe het omdat je het kunt ownen. Doe het omdat je voelt dat je wat te brengen hebt in deze wereld. Dat je resultaat kunt leveren. En dat je het gewoon echt, echt, echt helemaal kunt ownen. En dan ga je stoppen met kijken naar wat anderen doen. Je gaat stoppen met kijken wat mensen je adviseren. Je stopt met luisteren naar je ego. Je gaat puur op gevoel in combinatie met volledige onthechting. En ik garandeer je, als je die gouden combinatie maakt, gaat het succesvol zijn. Punt. Oké. Ik weet dat ik erg van de hak op de tak ging in deze podcast. Ik hoop heel erg dat je er toch waarde uit haalt. Ik voel namelijk zelf dat er heel veel waarde in zit als je echt besluit om te luisteren en dit binnen te laten komen. Luister hem desnoods nog een keer als je voelt dat dat nodig is. Maar dit is een gamechanger. Onvoorwaardelijke zelfliefde gaat jouw hele leven veranderen. Gaat alles veranderen op het gebied van de wet van aantrekking. Alles veranderen op wie je in je leven aantrekt. Hoe mensen op je reageren. Wat je manifesteert. Je gezondheid, je liefdesleven, je financiële situatie. Alles. Alles, alles, alles. De mensen waarmee je werkt. Alles. De soort moeder die je bent. Alles. Oké. Amen. Dankjewel voor het luisteren.
Als je deze voelt, sowieso zorg ook echt, schrijf je in voor de wachtlijst van Weight Loss Mastery. Want waarom zeg ik dit? Omdat je dan als eerste op de hoogte wordt gehouden. Het is altijd maar voor een hele korte periode dat ik de deuren opengooi. En ik heb gezegd dat ik, en dat doe ik met alles, de allereerste keer dat ik die training lanceer, gaat een pilotprijs worden. Ook al denk ik dat ik mezelf ondertussen wel bewezen heb of het kunnen creëren van vet goede trainingen. Ik ga ook deze weer echt tegen een insane mooie prijs aanbieden. En dat is enkel de eerste keer. Als je daarbij wil zijn en je wil dit masteren, dan is dit echt het moment dat je dit wil. Oké. Oh, ik hoop zo dat je waarde hebt gehaald uit deze podcast. Dankjewel voor het luisteren. Help mij alsjeblieft door deze te delen. Weet hoezeer, ja, wat een impact dit kan maken. Zowel op de groei van mijn podcast. Als hoezeer jij iemand kan helpen die dit net moest horen. En die het via jou hoort. Omdat jij het gedeeld hebt. En dat betekent dus dat jij dat lichtje bent in deze wereld voor een ander. Zie echt de waarde daarvan in. Dankjewel voor het luisteren en tot morgen. Doei doei!